De oude John Deere, 22,50. Kun je nog even wat zeggen tegen de kijkers? Nee. Nou, het is mooi dat dat bereikt wordt op dit bedrijf. Kijk eens, dat is een mooie mes. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Zoals je ziet, er is alweer van alles gaande. Mijn naam is Zutphenfarmer John. Ik melk hier 250 koeien met 4 melkrobots van Lely. En vandaag neem ik jullie weer mee in een nieuwe vlog. Het is natuurlijk wintertijd en in de winter ben je veel in de stal. Voor de rest is er buiten niks te doen. Het is voornamelijk nat weer. We hebben natuurlijk een beetje vorst gehad en nu weer regen. En op het land kun je sowieso niks. Nou goed, we kijken natuurlijk een beetje naar wat gaat er allemaal komen dit jaar. Mestplaatsing. Je hebt natuurlijk gehoord van de hoge afzetkosten. Ja, er zijn wel dingen om over na te denken, dus wellicht kan ik daar een verdere video van meer over vertellen. Misschien gaan we nog beginnen met weiden dit jaar. Je weet het nooit wat voor streken we uit de kast gaan halen. Maar in de stal zijn we druk bezig om de koe naar de zin te maken. Die koe die moet zich fijn voelen. Die moet lekker melk produceren en doet hij alleen maar als hij geen stress heeft, voldoende water en voeding heeft. En natuurlijk een beetje wordt geknuffeld door ons. Nou, vers water. De waterbak is daar schoon. Jordi is daar bezig met vers water. De waterbak wordt even schoongemaakt met de borstel. En vervolgens komt er weer nieuw water in. In de zomer doen we dat iedere dag. In de winter vaak eens in de 2 of 3 dagen. Dat is maar net hoe vies het is. Guus is bezig met voeren. Zoals je net zag, de droge koeien hebben al een vrachtje voer. Die heeft direct voor 2 dagen gevoerd. Dan hoeven we op zondag die niet te voeren. Zo in de winter blijft dat voer hartstikke fris. Omdat het gewoon koud is buiten. En omdat de kuilen netjes blijven buiten. Dat is natuurlijk ook een, daar moet je al over nadenken. Blijft het voer lekker fris en kun je in de winter dus voor 2 dagen voeren. Bij de melkkoeien doe je dat niet. Die krijgen gewoon iedere dag vers voer, 2 keer per dag. In de zomer, 's morgens en 's avonds. In de winter doen we dus bij de bakken voeren, 's morgens, zodat het is afgewerkt. En voor de rest de leefomgeving. Hè. Ik heb vanmorgen de robot schoongemaakt. Dat zal ik straks even laten zien. De boksen moeten netjes zijn. Vers water, check. Vers voer straks, check. Ik ga even met de harde door de box heen en ik zal even de robots laten zien. Die zijn ook mooi schoon. Nou goed, we staan even in de robotruimte. Vanmorgen heb ik deze borstels even vervangen. Ze hebben nieuwe frisse borstels op. Nou, die vloer, dat is sinds 2011 melk zie je met die robots. En dat is allemaal aanslag, daar krijgen we door de drukspuiten niet meer vanaf. Dat was ooit een mooi rood vloertje, maar schoner dan dit gaan we het niet krijgen. Met de hoge drukspuiten bovenop gezeten. Dus dit zijn natuurlijk die melkrobots, het melkproces waar het om draait. De koe komt erin, krijgt een lekker brokje en wordt gemolken. 4 kwartieren, dus 4 tepelbekers, wordt aangesloten. Eerst wordt het schoongemaakt met de borstel, gaat helemaal automatisch. En daarna wordt het aangesloten en dan duurt het even dat de koe zijn melkgift op gang komt. En dan 4 slangetjes komt het hier in het glas en dan wordt het gemeten. Oké, deze koe gaat de robot in. Ik denk dat die gemolken moet worden. Nee, kijk, die is een korte tijd geleden nog geweest, dus de robot laat hem weer gaan. En het systeem houdt het allemaal bij. Het systeem houdt veel meer dingen bij. Dus wanneer een koe gemolken is, en er zitten ook weegschalen in de robot, dus we weten het gewicht van de koe. We weten hoeveel melk een koe geeft. We weten ook de geleidbaarheid van de melk. Dus elk kwartier, die wordt apart gemeten. En dan kunnen we kijken van, we meten eigenlijk de geladen deeltjes in de melkstroom. En dat, als bijvoorbeeld de melk wat zouter is, als er bijvoorbeeld een uierontsteking begint te ontstaan, dan is de melk volgens mij iets zouter van zichzelf. En bepaalde deeltjes kun je met elektronen kun je dat dan meten. En dan meet je dus een hogere glijdbaarheid. En dat is dus een mogelijke uierontsteking. Of de koe kan heel iets last hebben van het kwartier. En dan ben je het eigenlijk de ontsteking, als je goed oplet en je houdt de computer in de gaten, dan ben je de ontsteking al voor. En dan kun je op tijd ingrijpen en dan heeft de koe het minste last ervan. En dan hoef je dus ook minder antibiotica te gebruiken. Nou, ook dat soort dingen. Dus hè, als een koe kalft, dat voeren we in. Als een koe antibiotica nodig heeft, voeren we dat in. Alle melk wordt uitgesepareerd. Dus het komt niet in de melktank wat naar de melkfabriek gaat. Want dan krijgen we flinke boetes van de melkfabriek. Dat mag absoluut niet. Sterker nog, als antibiotica zit, wordt de melk helemaal niet opgehaald. Dus we worden echt strikt gescheiden van elkaar. En de robot kan het heel goed door middel van de computeraansturing doen. De melk die in de tank moet, die komt in de tank. En de melk die er niet hoort, die komt er ook echt niet. Nou, kijk, die melking is klaar. De koe verlaat de robot weer. En zo iedere 6 à 8 uurtjes kan een koe ongeveer komen. De brokjes op.
En dan gaat ze richting de waterbak vaak, op de voerrek. Lekker schone waterbak. Kunnen ze mooi wat drinken. Nou, nieuwe voer komt eraan. Je ziet, er staan hier meer koeien dan normaal. En dat komt natuurlijk omdat ze de mengwagen al hebben gehoord. Dus ze wachten een beetje op het verse voer. Er ligt nog wel wat voer, maar het nieuwere voer is vast net wat lekkerder. Is net wat lekkerder. En hier onze grote vriend. Hè? Hoe is het met jou? Gaat goed? Wil je nog even wat zeggen tegen de kijkers? Hé. Hey. Dat is ook te wachten op het voer, of niet? Hè? Ja. Kijk, deze koe heeft zo'n mooi kuifje. Prachtig. Mooi beest. Nou, hoe maken we de koe nog meer comfortabel? Dat is natuurlijk goede ventilatie, goede voeding, lekker water en veel ruimte. En natuurlijk de koeborstel. Hier kunnen ze zich lekker aan krabben. Als je hem tegenaan drukt, dan gaat hij ook aan als het goed is. Oh. Ah, daar gaat hij. Kijk, nu zie je dat hij ronddraait. Koeien gebruiken het veel, vinden ze lekker. Even over de rug heen. Even langs de buik. En dat helpt ook bij koekomfort. Nou, zullen we even een kijkje buiten nemen. En zoals je ziet, grauw en grijs, met daar nog een plasje water. Maar je hebt in de vorige video's kunnen zien hoe nat het allemaal was op de droombeelden. Het is echt verschrikkelijk, zou ik zeggen. Maar je doet er niks aan, je hebt er geen invloed op, dus je moet er ook niet druk over maken. Als boer zijn we dus in de winter vooral bezig met die koeien onderhouden. Koeien checken op gezondheid. We zorgen dat de bedjes lekker blijven, zorgen dat er iedere dag voeding voorkomt, zorgen dat de waterbakken goed blijven. En daar zijn we druk mee in de winter. En voor de rest koffie drinken en een beetje ouwe hoeren. En lol hebben, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Kijk eens, dat vinden ze lekker. De koelborstel. Wat een leven hebben die dieren. Nou, het is natuurlijk januari, halverwege januari. En de putten raken een beetje vol. De koeien die scheiden natuurlijk elke dag. Wordt opgeslagen in de putten onder de stal. En we hebben hier buiten nog een mestsilo. Die is volgepompt. Daar ben ik helaas niet bij geweest, dus hebben die gefilmd. Maar het zit allemaal vol. En dat kun je ook merken met het afschuiven van de mest. Alle mest komt naar één gang. We hebben een dichte vloer in de stal. Dus de schuif komt eraan. Die schuift het naar achteren toe. En er zit de afstort. En dat hoopt zeg maar allemaal op. En omdat de put eronder ook vol zit, ja, zakt het niet helemaal direct de put in. En dan krijg je een soort opstopping. Ik zal het even laten zien. Zet even de mixer aan. Dan gaat de put mixen. We hebben elektrische mixers. Die bedien ik hier met de kasten. Deze gaan iedere middag, volgens mij rond 12 uur of zo, gaan die mixers even aan. Zorgt ervoor dat iedere dag even gemixt wordt. Dat iedere dag even die mest in beweging komt. En daardoor zakt de mest beter weg. Dan kunnen die schuiven beter hun werk doen. En maar als de put vol zit, is dat handig. Ik zet hem nu even handmatig aan. En dan gaan we even de mest indrukken met de hark. En dan is alles weer netjes. Deze mixer eraan. En wat bij ons automatisch is ingesteld, terwijl de mixers aangaan, gaan de waaiers ook aan in de vetten. Bij het mixen van die put kunnen natuurlijk gassen vrijkomen vanuit de put. En dat is schadelijk voor mensen en dieren. Of schadelijk, ja, je moet het gewoon zeggen, er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Dus kleden open als je gaat mixen, alle deuren open als je gaat mixen. En de waaiers aan, dan zorg je dat er genoeg frisse lucht in de stal komt. En dan kan de smerige lucht die mogelijk uit de put komt ook geen mens of koe kwaad doen. Dus daarom gaan de waaiers aan. Dat is allemaal ingesteld. Ik zal deze deur nog even open doen. Kijk, en hier hebben we dus die mest. Die schuif, die maakt de vloer mooi schoon. Dit is de afstort, dat komt hierbij. En die mest die moet omlaag de put in. Omdat de put te vol zit, hoopt het hier een beetje op. Dus ik ga nog even met de hark erin drukken. Jammer.
Kom eens. Nee, kom eens. Kom eens, jongen. Kom eens. Ik doe even jouw muts op. Hé. Hey. Ik doe jou even de muts op. Kijk eens. Dat is een mooie muts. Oh. Hé, hey, zit die niet lekker? Hé. Hey. Daarnaast weten we dus ook heel veel over de activiteit van de koeien. Het lelysysteem, of ja, de responders, de halsbandresponders, die meten dus of ze veel vreten, hoeveel ze bewegen. En eigenlijk als ze een afwijking daarin zien, dan geven ze een melding. Dus bijvoorbeeld een koe die tochtig is, is heel druk, gaat heel veel rondjes rennen, die gaat springen. En dan zie je dus dat die meer beweging heeft dan anders en dan heb je een soort tochtpiek. En zo is het met vreten ook. Dus een koe die maakt een vreetbeweging, die gaat met die kop omlaag. Dan weet hij, oké, hij is aan het vreten. Doet hij dat minder dan normaal, dan krijg je ook een melding van, hé, deze koe eet minder dan normaal. En dan kan er mogelijk wat aan de hand zijn. Dus zulke hulpsystemen zijn super handig om die koeien, nou ja, als er wat is, dat je er op tijd bij bent. Want dat scheelt gewoon heel veel. Een zieke koe wil niemand, voorkomen is beter dan genezen. Maar als er dan eentje is, dat je er op tijd bij bent, dat je er op tijd wat aan kunt doen. Dan help je zo'n koe er echt wel doorheen. Dat gaat hartstikke goed. Maar ja, ook mensen worden wel eens ziek. En dus ook koeien worden wel eens ziek. Nou goed, in de vorige video heb je gezien dat we stro ook hebben leeg gehad. Het is alweer een beetje smerig, we gaan hem straks even weer bijstrooien. En er zit alweer een mooi laagje in zoals je ziet. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan even. Ook deze Dutch Farmer John mutsen zijn te bestellen in de link in de beschrijving. Dutchfarmerjohn.nl. Ze kosten een tientje en ik zou zeggen, koop hem en doe hem lekker op. De oude John Deere, 22,50. De stroblazer. Nou, hier buiten zit dus onze grote melktank. De melk wordt natuurlijk 1 keer in de 2 à 3 dagen opgehaald. En we leveren melk aan DOC-kaas. Daar hebben we het bordje. DOC-kaas is natuurlijk in Hoogeveen, in Drenthe. En die maakt kaas voornamelijk voor de Jumbo. Stel je koopt een stukje kaas, doe het dan bij de Jumbo. Dan sponsor je ons ook een beetje indirect. Hé, hey, dat is een bekende sticker. Bestel je nou zo'n lekker mutsie online op ditfarmerjohn.nl, dan krijg je natuurlijk een sticker erbij. Hè? Dat is dan weer voor gratis en voor niets. Kijk eens aan, we hebben daar allemaal soort van tegeltjes aan de muur hangen, zou ik zeggen. 100.000 liter koeien. Dus als een koe oud wordt, dan produceert ze natuurlijk heel veeld melk in haar leven. Dus heeft ze meerdere kalfjes voor gekregen. En dat wordt allemaal bijgehouden. Dus dat wordt bijgehouden door CFV. En op een gegeven moment, als je dus 100.000 liter hebt bereikt met de koe, dan krijg je je krijgt geen beloning, maar je krijgt een tegeltje. Hè. Het is best wel een mijlpaal voor zo'n koe waar je trots op mag zijn. En wat dan nog een stapje knapper is, is 10.000 kilogram vet en eiwit. En we hebben er 2 tegeltjes bij, 2 koeien met 10.000 kilogram vet en eiwit. En dat is wel een applausje waard. Kijk, van Agifirm krijgen we dan zo'n mooi standbeeldje van 100.000 liter koe. Ook mooi, leuk. Daar doe ik al heel wat van. En van CV krijg je dus een koe. 100.000 kilo vet en eiwit. En het is mooi dat dat bereikt wordt op dit bedrijf. Guus met een sjolfertje, restvoeder voor weggehaald. En dan staat die schuif daar weer op de voergang. Nou, lekker handig. Smaakt het, Mordi? Lekker eten, hè? De helft is leeg. De andere helft zit nog in de mengwagen voor die kant. Kijk, op die vrekt hier nou weer aan. Was net. De mengwagen staat nu op vast. Dus we proberen extra uit de rondte te gaan. Zodat het voer eruit komt. We kunnen gejoel horen.
Zo, we hebben dus een kleine uitleg gehad over waar de boer dagelijks druk mee is. Als boer is het natuurlijk fijn, je werkt voor jezelf, je bent niet echt de baas, je bent zelf baas. En je kunt helemaal indelen hoe je dag zelf loopt. Soms kun je niet voorspellen, het zit soms mee en zit het soms tegen. Zoals van de week ben je nog geweest schaatsen. Even een uurtje tussenuit. Als boer kun je natuurlijk ook schaatsen. In de winter er is niet zo heel veel te doen, maar dat zorgt er wel voor dat je een uurtje langer kunt pauze houden of even wel andere dingen kunt oppakken. Je kunt nadenken over volgend groeiseizoen. In het voorjaar moet het natuurlijk allemaal weer gebeuren. Dan gaan we maïs zaaien, dan gaan we natuurlijk het gras moet weer bemest worden. En dan ga je weer nieuwe dingen ontwikkelen voor de zomer. Dus het is een rustige periode en daarom ook wat minder filmpjes vanaf mijn kant. Nou, het is einde van de middag. Ik doe nog even het laatste rondje bij de koeien. En dan het is zaterdagmiddag, dan hebben wij ook weekend. Morgen doet Guus de boerderij en dan is de week alweer voorbij. Dus ik heb een paar koetjes, die ga ik even ophalen voor de robot en dan is de dag voorbij. Zo, doen we de buis dicht. Nou, bij deze sluit ik de vlog af. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En kijk even op dusfarmjohn.nl. Dan kun je deze mutsen vinden. Tot later. Adjo.